Balbezit. Paulussen voor Klaas opnieuw. Een mooie sleep. En dan voor Lans. Maar daar is Hanni. En de vlag blijft naar beneden. En dan scoort hij toch bij zijn debuut. En het is vroeg, want we spelen nog altijd. Maar... Sofian Hanni, daar is Klaas voor 3-1. Ja, oh la la. Wissingek moet uitkijken. KV Mechelen 3. Is hij opnieuw. Alweer zo'n bal. Oh, weer dezelfde goal. Deze keer is het Hanni. En zijn ze nu nog niet geleerd bij... Glenn Klaas. Trappen nu maar, Hanni. Nee, durft het niet. Zoekt zijn linker. Nee, klaarleggen dan maar. Jawel. Mooie goal. En het is Matsenits zijn tweede. Komt Kozanovic, maar in de muur en dan de goal. En het is Sofian Hanni die hem gemaakt heeft. Obradovic, kan het in één tijd? Nee. Obradovic, dit is wel aardig. En daar is de 2-1 van Sofian Hanni. Hanni, hier veel ruimte, kan uithalen. Hanni, en die gaat binnen. Goal van Hanni, zijn tweede. Op 2 weken tijd, ditmaal met de voet, niet met het hoofd. Even een tempoversnelling van de thuisploeg nu. Met die Matthijs. Dat is geen Hens. De voorzet kan u wel komen bij de Petter. Ah, die stuurt Hanni binnendoor. Sofian Hanni, de voorzet. Veselinovic, en die zit er wel in. Dalibor Veselinovic, het is 1-0. Je kan... Hanni. Maasens voor Hanni. Hanni richting doel, trappen, kijk eens aan, wat een beauty. Wat een fantastische goal van Sofian Hanni. Daar heb je hem weer, Hanni. Hanni, goed gevolgd. Even aannemen en dan buitenom. Hanni richting tweede paal. Oh la, wat een beauty weer. Fantastische goal van Daribor. Attention à Joachim Van Damme, une très bonne passe avec Hanni. Oh, la frappe et c'est but directement. Et bien voilà, 2 minutes à peine. Avec du monde, autour, Totsalic monté, De Witt aussi, Joachim Van Damme. Tous les grands formats sont là, avec un bon ballon au deuxième, la reprise c'est but. Veselinovic. Nicole, un beetje vreemd. En Hanni oog in oog met Sami Bossut. Hanni met de goal. En nog even een woordje voor de doelman van Hanni. Hanni trappen, jawel. Het is 3-0. Het is verdiend voor KV Mechelen. In play-off 2 wel te verstaan. Bal gaat erin, ja, hij wijkt af. En dan krijgt KV Mechelen toch de goal waar het daarnet al heel dichtbij was. Het heeft behoorlijk lang geduurd, maar nu toch die vrije trap. In het pak verlengd door De Witte en 0-2 voor KV Mechelen. Wat gaat dit? Net wel op tijd. En slim zijn lichaam gebruikt. Geen buitenspel van Nasus. Galicia's in de achtervolging. Nasus, jawel, het is 1-2. Daar kwam Davino Verhulst, denk ik, net iets te snel uit. Paulussen. Hier is Hanni. Wat een goal, Sofian Hanni. De eerste kans is weer raak voor Malin.